Suriname. Suriname is een onafhankelijke republiek met een president aan het hoofd van de natie. Het land is lange tijd een kolonie van Nederland geweest en verkreeg zijn onafhankelijkheid op 25 november 1975. De hoofdstad van Suriname is Paramaribo. Het centrum van deze stad kent veel gebouwen uit de koloniale geschiedenis. Op zowel overheidspanden als particuliere gebouwen. Hiervan zijn heel wat uit hout opgetrokken. De zeer bekende Sint-Petrus en Paulus-kathedraal geldt als het grootste houten gebouw in het Caribisch gebied. Suriname is het enige Nederlandstalige land op het Zuid-Amerikaanse continent. Het land dat vaak wordt aangeduid als het hart van de Amazone staat bekend om zijn culturele diversiteit en prachtig tropisch regenwoud. Suriname wordt niet alleen geroemd om zijn regenwoud met exotische planten en dieren, maar ook vanwege de enerverende stroomversnellingen, kronkelende en machtige rivieren en de indrukwekkende bergachtige gebieden in het zuiden. Suriname is dan wel een Zuid-Amerikaans land, maar is vanwege zijn ligging ook lid van de Caribische gemeenschap CARICOM. Nederlands is de officiële taal en wordt het meest gebezigd binnen de overheid, het bedrijfsleven, door de media en in het onderwijs. Suriname is daarmee het enige land buiten Europa waar Nederlands de voertaal van een groot deel van de bevolking is. De bevolking van Suriname is divers en omvat inheemsen, ook wel de eerste bewoners van het land genoemd. Creolen, Hindustanen, Javanen, Chinezen, Marons, Joden en Libanezen. Geschiedenis. Suriname heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 3000 voor Christus. In deze periode bewoonden Indianen voor het eerst het land. Suriname werd in 1667 door de Nederlanders overgenomen van Groot-Brittannië. De kolonie, die voornamelijk voor suikerteelt door middel van slavernij werd gebruikt, bleef ongeveer 300 jaar in Nederlandse handen. Suriname kent verschillende culturen en is een van de weinige landen in Zuid-Amerika met een culturele diversiteit. Deze komt vooral tot uiting in de Surinaamse keuken, talen, religie en de multiculturele samenleving. Het Nederlands is nog steeds de enige officiële taal. Vrijwel alle inwoners van Suriname spreken Nederlands, terwijl het onderwijs ook in deze taal geschiedt. Andere gesproken talen zijn Sranangtongo, Engels, Chinees, Spaans, Portugees. Culturele verscheidenheid. De bevolking bestaat uit veel verschillende etnische groepen. De oorspronkelijke bewoners zijn de Indianen, oftewel inheemsen. Samen met de Creolen, Javanen, Hindustanen, Chinezen en Europeanen vormen zij een smeltkroes. Het bijzondere van Suriname is dat de culturen harmonieus naast elkaar leven. Religie. Voor een land met slechts 500.000 inwoners is de religieuze diversiteit indrukwekkend. De grootste godsdiensten zijn het christendom, hindoeïsme en de islam. Daarnaast is er sprake van religieuze tolerantie. Zo staan in Paramaribo de moskee en de synagoge naast elkaar, wat uniek is in de wereld. UNESCO Werelderfgoed. Het historisch centrum van Paramaribo is een van de cultureel meest interessante plekken van Zuid-Amerika. Met koloniale gebouwen uit de 17e en 18e eeuw staat het historische centrum van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Vooral de oorspronkelijke Nederlandse architectuur is nog duidelijk zichtbaar. De geografische ligging van Suriname,
De Republiek Suriname ligt in Zuid-Amerika en ligt op het noordelijk halfrond. Suriname grenst in het zuiden aan Brazilië, ten westen aan de Coöperatieve Republiek van Guyana en ten oosten aan Frans-Guyana. De grote Atlantische Oceaan is ten noorden van ons land. Suriname wordt economisch en politiek gezien ook gerekend tot het Caribisch gebied. Suriname is lid van de Caribbean Community and Common Market, CARICOM, de organisatie van Caribische landen. Surinaams volkslied. Het nationaal volkslied God zij met ons Suriname bestaat uit twee versies. De eerste is in het Nederlands en de tweede in Sralangtongo. Surinaamse vlag. De Surinaamse vlag is een belangrijk symbool voor ons land. Op officiële gelegenheden en gebouwen wappert de Surinaamse vlag. De vlag van Suriname bestaat uit een veld in de vorm van een rechthoek, waarop 5 horizontaal lopende balken en een 5-puntige ster voorkomen. De kleuren, maten en de symboliek van de vlag zijn nauwlettend bepaald. Kleuren. De kleuren van de 5 horizontaal lopende balken zijn onderscheidenlijk groen, wit, helderrood, wit, groen. 2. De groene kleur is samengesteld uit 9 delen chromaat groen en een deel wit. De helderrode kleur is samengesteld uit 4 delen helder oranje, vermilion, rood en 6 delen karmijnrood, geranium. 3. De kleur van de 5-puntige ster is geel. De gele kleur is samengesteld uit 12 delen chromaat geel en een deel wit. Maten. 1. De hoogte en de lengte van de vlag verhouden zich als 2 staat tot 3. 2. De hoogten van de balken verhouden zich van boven naar onder groen, wit, helderrood, wit, groen, achtereenvolgens als 2 staat tot 1, staat tot 4, staat tot 1, staat tot 2. 3. Het middelpunt van de omschreven cirkel van de 5-puntige ster ligt op de verticale middenlijn van de vlag. Het hoogste punt van de 5-puntige ster ligt eveneens op deze middenlijn. 4. De lengte van de straal van de omschreven cirkel is gelijk aan de breedte van de groene balk, ofwel de helft van de breedte van de helderrode balk. 5. De afstand tussen het hoogste punt van de ster en de bovenste rand van de helderrode balk is gelijk aan de afstanden van de 2 laagst gelegen punten van de ster tot de onderste rand van de helderrode balk. Symboliek. 1. Het groen symboliseert de vruchtbaarheid van Suriname met zijn vele mogelijkheden. Tevens verbeeldt deze kleur de hoopvolle verwachting, het nieuwe Suriname. 2. Het wit symboliseert de gerechtigheid, het verbeeldt ook de vrijheid, de witte banen van de gerechtigheid en de vrijheid verbinden het groen van de mogelijkheden van het land met het helderrood van de vernieuwing door de daden van de natie. 3. In het helderrood staat het helder oranje vermiljoen rood als symbool van de vernieuwing en het karmijnrood voor de liefde die tot daden leidt. De helderrode kleur symboliseert de progressiviteit, het nimmer aflaten streven van de natie zich met de daad te blijven, inzetten voor de vernieuwing van mens en samenleving. 4. De ster symboliseert de eenheid van de natie en het geel staat als symbool van de opoffering. De gele ster symboliseert de opofferende eensgezindheid en de gerichtheid op de gouden toekomst. Uit haar licht put de natie de kracht om met vertrouwen in eigen kunnen zich opofferingen te getroosten en zich te blijven inzetten voor land en volk. Volgens de eerste president van Suriname, Johan Ferrier, in laatste gouverneur eerste president,
is de positie van de punten nog onderwerp van debat geweest en werd ervoor gekozen 2 punten omlaag te richten, met beide benen stevig op de grond. Het wapenschild. Het wapen vertegenwoordigt het verleden, het heden en de toekomst van Suriname. Het motto is Justitia Pitas Fides, wat gerechtigheid, geloof en loyaliteit betekent. Het schild is verticaal in 2 gedeeld. Links van het schild staat een zeilboot die de geschiedenis van Suriname symboliseert. De palmboom rechts op het schild staat zowel voor het heden als voor de toekomst. Het ruitvormige hartschild met daarop een gouden ster symboliseert de toekomst en hoop. Het schild wordt vastgehouden door de eerste bewoners, de inheemsen.